Ik ben Nathan de Valk, ik werk bij Brussels Airport binnen het cargo management team. De farmaceutische sector in België is een heel belangrijke hoeksteen van de Belgische economie. En voor Brussels Airport is het een strategische prioriteit om die sector ook te ondersteunen. En om daaraan te voldoen heb je toch wel toplogistiek nodig. Het gaat enerzijds over medicatie die temperatuur gecontroleerd moet gestockeerd en getransporteerd worden. Life science, vaccins die zeer temperatuurgevoelig zijn. Of over medical devices, zoals hartkleppen bijvoorbeeld, die last minute worden opgestuurd voor iemand die al op de operatietafel ligt. En Brussels Airport beschikt als een van de weinige luchthavens wereldwijd over een volledig geïntegreerde koelketting en heeft een enorme concentratie aan dat soort gespecialiseerde infrastructuur. Er is een heel mooi voorbeeld. Tijdens de Ebola-crisis werden een van de eerste vaccins ontwikkeld hier in België. De eerste clinical trial is vanuit Brussels Airport via Brussels Airlines getransporteerd naar Sierra Leone. De hele luchthavengemeenschap hier in Brussel heeft samengewerkt. Dus vanuit dat standpunt geeft het wel een extra stukje voldoening voor alle medewerkers hier op de luchthaven, dat ze meewerken aan het verbeteren of aan het redden van een leven van iemand.